Daar zijn we weer. Vlog nummer 3, misschien 4, ligt eraan hoeveel we gaan filmen vandaag. We zijn vandaag bij het Niftelaak College. Vandaag is Fiona er niet bij, maar ik heb een super goede cameraman kunnen regelen. Dus ik heb er heel veel zin in en kom, dan gaan we naar binnen. Mijn naam is Mirjam en ik ben in aanloop voor de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd om vlogs te maken. En dat hebben wij eigenlijk besloten met het idee in het achterhoofd, dus wat vinden de jongeren belangrijk in de gemeente Sixvecht? Als jullie dat leuk vinden, kunnen we dus even op de gang of zo, kunnen we dus een gesprek aangaan. En de dingen die ik dan eigenlijk wil behandelen zijn, politiek, wat doe jij ermee? Ben je er actief mee? Kijk je naar nieuws? Hou je het in de gaten? Wat vind je interessant erover? En dus, zoals ik net al zei, wat is belangrijk in de gemeente Sixvecht? Wat zijn thema's die jullie belangrijk vinden dat de gemeenteraad of de wethouders behandelen? Oké, jongens, stel je leven voor. Ik ben Laurens van den Tempel, 17 jaar, ik kom uit de Meren. En mijn hobby is hockey, maar mijn interesse is politiek. Ik ben Bram Krijger, ook 17 jaar, kom ook uit de Meren. Mijn interesses zijn vooral voetbal. En gewoon, ik hou van socializen met mijn vrienden en met andere mensen. En van de politiek? Ja, ik vind het vooral heel erg leuk om met mijn vader, want die is ook heel erg politiek betrokken, om daar discussies mee te hebben over politiek en over politieke partijen en ideeën die we daarover hebben. Ook met vrienden? Ja. Klasgenoten? Nee, met mijn klasgenoten niet zo heel veel. Met mijn moeder heb ik eigenlijk hetzelfde als wat Bram met zijn vader heeft. Die haalt ook wel eens zo'n discussie aan en dan vraagt ze zich, wat vind jij er nou van? Want wat dat betreft volg ik ook wel veel het nieuws en zo, dus kunnen we het wel gewoon over hebben. En wat zijn de thema's dan bijvoorbeeld waar we het zou hebben? De sleepwet hebben we het recent nog over gehad, maar ook over dingen als onderwijs en zo. Ja. Wat weten jullie eigenlijk over lokale politiek? Nou, niet zo heel veel. In ieder geval, ik persoonlijk weet niet zo heel veel over lokale politiek. Hoe het met jou zit? Nou, ik moet eigenlijk toegeven dat ik daar zelf ook niet zo heel veel vanaf weet. Bijvoorbeeld, ik wist daar ook helemaal niks over toen ik lid werd van GroenLinks. En nu hebben ze het mij een beetje uitgelegd hoe het al zit, dus nu begrijp ik het. Maar dat heb ik ook bijvoorbeeld niet op school geleerd en zo. Maar dus, vinden jullie ook dat lokale politiek daarmee eigenlijk best wel ver van je bed staat? Ja, dat eigenlijk misschien wel heel dichtbij zou moeten zijn juist. Maar op school hier hebben we er ook nog vrij weinig over meegekregen, helaas. Ja. Ja, maar ook, je hoort het om je heen ook eigenlijk. Je hebt wel, zeker in mijn omgeving, heb je wel veel mensen die over politiek praten. Maar eigenlijk nooit over lokale politiek. Het gaat eigenlijk over landelijke politiek, eigenlijk altijd wel. Voor mij is lokale politiek dus eigenlijk dé manier om mijn directe omgeving te vormen. Want de gemeenteraad en de wethouders, die voeren dus wetten uit van de Nederlandse overheid. Maar die doen dus eigenlijk ook heel veel zelf hier. Zoals bijvoorbeeld wisten jullie dat de jeugdzorg, dat wordt eigenlijk allemaal vanuit de gemeente geregeld. En bijvoorbeeld 14 nieuwe beveiligingscamera's bij station Breukelen. Waardoor hopelijk volgende keer mijn dief betrapt kan worden die mij fiets steelt. Zijn er nog echt dingen die jullie bijvoorbeeld anders zouden willen zien als jongeren? Wat bij mij heel erg opvalt is dat ik woon in een wijk waar best wel veel buitenlandse gezinnen wonen. En dat is wel, je merkt wel dat is... vind ik te weinig aan gedaan wordt om die mensen ook te vermaken. En daardoor gaan ze juist, zijn er veel mensen die voor overlast gaan veroorzaken. En ik denk wel dat daar nog wel wat meer aan gedaan moet worden. Er wordt nu wel iets aan gedaan, maar ik merk dat het vooral bijna meer in theorie is, maar dan in de praktijk valt dat eigenlijk heel erg tegen. Er is één voetbalkooi neergezet bij ons in de straat, die heel erg bijna overbevolkt is. En de rest heeft eigenlijk niet zoveel te doen. Ja, precies. Dat is dus eigenlijk echt bij uitstek iets waar de gemeente zich mee bezig zou moeten houden. Dus meer faciliteiten voor jongeren eigenlijk. Zodat ze niet aan het klooien zijn op straat, maar gewoon leuk aan het voetballen zijn of dat soort dingen. Nou, heel erg bedankt.